De werkgroep Hulp van Nieuw-Leuzen Synergie. Voor wie is die allemaal? Nou, het is eigenlijk voor iedereen. We zijn begonnen even met de kringloopwinkel op te zetten. Dat hebben we met elkaar gedaan. En toen van die kringloop is weer zelfstandig geworden, los van ons. Dat we zeggen, we moeten ook voor de sociale tuin. De sociale tuin waar mensen kunnen werken, waar ze producten hebben, wat weer naar de armoedebank gaat, wat naar de voedselbank gaat. Met kleding zijn we bezig geweest. We zijn bezig om hulp te bieden bij de SMON. Dat de SMON hier en daar een gezin had. Die zegt, jongens, nou, die heeft toch hulp nodig. Het zij in huis of weer buiten huis een klus. Hele korte klus, maar even wat hulp bieden aan. Dat doen we. We hebben dingen, huizen opknappen, wat we toen gedaan hebben. Maar we hebben heel duidelijk gezegd, wat commercieel is, die moet je commercieel laten doen. Maar daar zijn we niet voor van, oh, we kunnen synergie wel inhuren, want die doet het wel. Nee, daarin waar nood is. Daar helpen wij. Dan hebben we ook waar we mee bezig zijn, dat is het nieuwste. En dat is, maar door corona is dat nog niet allemaal van de grond gekomen. Maar je hebt gezinnen waar kinderen hun verjaardag niet kunnen vieren. En daar hebben we een groep opgericht, dat is Het is Feest. En met Het is Feest willen we daar voor die kinderen helemaal een verjaardag verzorgen. Ook met vrijwilligers. Maar dat is nog niet van de grond. We hebben wel mensen, het is op papier staat alles klaar, maar daar gaan we dan ook mee draaien. Dus het is omzien naar elkaar, hulp bieden waar we hulp kunnen bieden. Nou, daar de schooltuin enzovoort, maar daar zijn we allemaal mee begonnen, maar dan zijn we allemaal weer aparte groepen geworden. Dus de werkgroep Hulp die start iets op, tot het loopt en dan geeft het uit handen? Ja, in wezen wel. Dat is ook synergie. Je moet iets zien dat loopt en als het loopt, dan moet je het ook zien, kun je het afzetten naar een ander toe die dat voortzet. Dus jullie hebben eigenlijk bemoeienis met alle onderdelen van de synergie? Wij hebben heel veel bemoeienis. De sociale tuin, maar kijk naar de zaterdagmorgenklus. Je hebt mensen die willen we graag dat ze zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar dan hebben ze een klusje en denken, ja, ik moet boodschappen halen. Wie doet het? Nou, dan hebben we voor ons met elkaar, Albertus Mulder regelt dat weer. En die zegt, jongens, die bel je. En zegt, nou, ik heb mensen nodig. Kun je mensen nemen die mij in de tuin helpen? Zo heb je ook sommigen. Die zeggen, van, nou, ik heb een jongere. Jongeren werken anders met vakken vullen. Krijgen ook een klein bedrag. Nou, bij ons hebben we een klein bedrag. En dan worden ze gekoppeld aan een mevrouw of een gezin, ouderen. En die... Dan bemoeien we ons er ook niet meer mee, maar die ouderen regelen zelf alles met dat meisje of die jongen die de tuin doet of die een boodschapje doet. Voor iedereen in Nieuw-Leuzen wij er zijn, daar waar hulp nodig is en de hulp niet geboden kan worden. En om het dorp helemaal echt leefbaar te houden, zeggen we nou je kunt een beroep op ons doen en dan proberen wij hulp te bieden waar hulp waar het kan. Maar je moet wel vrijwilligers hebben. En die hebben jullie genoeg? Nou, tot dusver lukt het aardig goed. Het is ook een mooie klus. Zie je, je hebt ook van in samenwerking met SAAM nu, voor het verleden was SMON, dat we dan hulp kunnen bieden bij iemand die, ja, die zelf niks meer kan en die zegt, oh, ik wil die tuin wel doen, maar ik kan het niet. En dan zie je toch, als je daar met elkaar aanpakt en daar samen aan behangen bent, aan het sausen bent, denk je, nou prachtig, wat kun je toch mooie dingen doen. Het is heel dankbaar werk, heel dankbaar.